Hallo allemaal, ik ben Nalita en ik wil je hartelijk welkom heten bij deze 18e creatieve podcast. Ik heb heel veel om te laten zien en het kan dus zijn dat het ook een iets langere aflevering wordt dan normaal, maar we zullen het zien. Ik heb ook een heel gevarieerd aanbod van breien, haken, naaien, kralen. Even om me heen kijken, wat dingen om te laten zien die ik heb gekregen met de post. Dus kortom, heel veel om te laten zien. Dus laten we maar snel beginnen. Ik wil graag met het breien beginnen. Ik wil graag beginnen met een muts. Net als de vorige aflevering, ook deze keer weer een muts gemaakt. En deze keer deze met kabels. En dit is gemaakt met scheepjes Color Crafter en dubbeldraads. En het patroon heb ik zelf een beetje bedacht. En daardoor is hij ook ietsjes kleiner uitgevallen dan ik had gedacht. Ik heb deze op 8 mm gedaan met 52 steken. En op zich past deze muts mij ook. Ik ga hem nu niet opdoen, want mijn haar is uiteindelijk een beetje normaal. Maar als ik het een beetje uittrek, dan zie je al, dan ontstaat er wat bij de kabels, wat gaten. En ook bij de gewone steken is het wat losjes allemaal. Dus ik vermoed dat dit 8 mm gewoon iets te grof is geweest. En dat ik dus een kleinere naald had moeten gebruiken met iets meer steken. Maar het was wel een hele leuke test. Maar hij past mijn zoontje dus wel. En omdat hij een iets kleiner hoofd heeft, past hij bij hem wel heel goed. En zijn de gaten dan wat minder nadelig. Ik vond wel een hele mooie kleur. Het is de kleur Urk. En dat is heel toepasselijk, want daar ben ik geboren en getogen en woon ik nog steeds. En ik heb er natuurlijk ook weer een leuke pompon op gedaan. Maar dat is mijn eerste finished object. Dan had ik de vorige keer was ik bezig met een testknit. En die testknit was voor Dutch Mama op Ravelry. En voor de patroon de kanten diamanten 4. En het is geen ingewikkeld patroon. Je moet wel je aandacht erbij hebben. Maar het resultaat voldoet zo ontzettend. Moet je eens kijken, wat een heel mooi patroon. En op dit moment heb ik hem al de hele week gedragen. Dus hij is een beetje opgekruld alweer. Maar ik had hem heel mooi geblokt. En daar zal ik ook even een video van invoegen. Ik had nog beloofd om te laten zien hoe ik die foam puzzelblokken zou gebruiken om te blokken, om op te spannen. En zoals je ziet, je kunt deze natuurlijk in verschillende vormen doen. Op dit moment maak ik dus een langwerpige sjaal. En hier had ik dus 5 blokken voor nodig. Dat is ongeveer 1,40 meter. En een blok is ongeveer 25 centimeter breed. Je ziet zien wat een mooi, fijn patroon dit is. Heel veel detail. En dit is de kant- en diamanten sjaal van Dutch Mama. Nou, dat loopt dus. Je breidt dus de beide vanaf de uiteinden. Dus je begint, zoals je ziet, het is best wel lang geworden. Dus even andersom. Dus bij beide uiteinden begin je. En dan ga je net zo lang doorbreien tot het einde van de patroon. En dan zet je ze aan elkaar met een Kitchener stake. En dat is hier. En ik draag hem het liefste, draag ik hem af zo. Daarom is hij ook zo opgekruld, omdat ik hem dus een beetje tegen elkaar aan druk. Maar een andere manier, als ik het dus, hangt een beetje af van de kleding die ik op dat moment aan heb, kan ik hem dus wel 2 keer om mijn nek slaan. En het is zo lekker lichtvaardig en het is ook het is lekker warm. En het materiaal kriebelt niet, het is een mix van alpaca en van moer bijzijde. En het is leesgaren van Drops Design. En ik zal hem meteen omhouden, want het is toch wel een klein beetje frisjes hier in de woonkamer. Maar ontzettend dus tevreden over het eindresultaat. Ik heb expres ook gekleurd. Ik heb expres gekozen voor deze kleur. Die heb ik zelf geverfd. Dat is mijn Black Pearl. En het leuke ervan is, er zitten verschillende tinten in. Het is grijs met wat paars en wat turquoise. En die kleur die zie je dus afhankelijk van de kleding die je aan hebt op dat moment. Maar dan zijn we er nog niet. Want ik had natuurlijk de testknit gedaan en ik had mijn foto's laten zien.
En toen was dat zo ontzettend leuk. Toen vroeg Joyce van Dutch Mama of ze mijn foto's mocht gebruiken die ik had gemaakt. En die staan op de voorpagina van het patroon. Dus daar zie je hem nog even in volle glorie. Je ziet hem dan een mooi patroon. En toen hij nog helemaal net geblokt was. Maar echt, dit is echt op dit moment mijn favoriete sjaal. Vooral omdat hij zo lichtvaardig is. En als je dus net als dit jurkje heeft bijvoorbeeld een wat ruimere hals en dit is wat frisjes, is dat net voldoende om dat een beetje te bedekken. Dus echt zeker een aanrader. Op dit moment is het patroon te koop op Ravelry. Volgens mij voor €3,03. Dus dat is ook nog wel te overzien. Dus dit patroon raad ik zeker aan. Nou, dan had ik ook nog even wat restjes gevonden. En dat was van een andere sjaal. En daar zou ik eerst allemaal kleine vierkantjes van breien. Maar het was soms net even te weinig voor een vierkantje. En ik had ook niet zo heel veel er maar van. Dus ik dacht, nou weet je wat? Ik maak er een paar leuke hartjes van. Dus ik heb een hartje gebreid. En ik heb een hartje gehakt. En ik heb nog meer van, nog een paar van de kleurenrestjes. Dus misschien dat ik nog een paar hartjes ga maken. Maar een paar hele kleine finished objects. Dus dat was mijn objecten die ik gebreid heb, die klaar zijn. Ik had ook nog iets dat ik eigenlijk de vorige aflevering ben vergeten om te laten zien. En dat was een gehaakte tas. Het patroon heet de Narrow Crochet Skull Scarf. En is van Karen Kaufman. En ik heb hem eigenlijk maanden geleden had ik de basis al af. En ik was van plan om er een tas van te maken. En dus moest er nog een voering in en de randen afgewerkt. En dat is deze. Het is een beetje een soort laptoptas, want ik heb de stof die erin zit is redelijk dik. Dus ik heb dus aan de voering vastgenaaid. En het hengsel zit er dus aangehaakt. En hij sluit dan met twee knopen. Maar er past een kleine laptop in het. En het is ook wat dikkere stof, zodat een laptop goed beschermd is. Alleen, ik had hem af. En eigenlijk, ik vond het patroon heel erg leuk om uit te proberen. Maar toch is het niet echt het patroon waarmee ik zelf zou rondlopen. En degene die misschien wel interesse had, die had ondertussen al een laptoptas. En die vond het hengsel toch niet zo handig eraan. Ik denk, nou ja, als je een laptop bij hebt, wil je hem toch wel makkelijk kunnen dragen. Maar om het hengsel er nou af te gaan halen, vond ik ook weer een beetje jammer. Dus ik denk, nou weet je wat, misschien is er iemand op de podcast die interesse heeft in een laptoptas met een schedel erop, gehaakt van paars garen met een rode voering. Als dat zo is, aarzel dan niet om het even te laten weten in de comments. Ik stuur hem rustig naar je op en ik zou leuk zijn als er iemand plezier van heeft. Want dat vind ik soms wel eens jammer, dan maak ik iets. En dan heb ik heel veel plezier gehad aan het maken en van het creëren en het bedenken en hoe ga ik het nu doen. Maar als het klaar is, heb ik eigenlijk zelf geen doel ermee. Niet iets dat ik zelf ga gebruiken. En denk, ja, wie kan ik er dan blij mee maken? En dus in dit geval misschien iemand van de podcast in de aanbieding een gehaakte tas. Dat is dus zover al mijn finished objects op brein- en haakgebied. Maar ik heb ook nog wat projecten op de naalden staan. Dus die zal ik er nu eventjes bij pakken. En het leesgaren, doordat ik deze had gemaakt, vond ik het toch wel weer fijn om mee te werken. En ik had nog aardig wat garen over van de sjaal die ik voor mijn schoonmoeder had gemaakt. En ik denk, nou weet je wat? Een van de podcasts die ik trouw elke keer bekijk, is die van Puk Vossen. En Puk Vossen heeft een gratis patroon op Ravelry en dat is de treesjaal. En het idee achter de treesjaal is dat je simpel lekker in de rondte blijft breien. En dat je een soort kol hebt die je als sjaal kunt gebruiken. Er zat wel een ander aantal steken op de naalden. Maar nou weet je, ik maak hem ietsjes ruimer. En dat is dus dit. Ik heb al een aardig eindje, schiet ik op. Dit is dus ook leesgaar. Ik heb hier het labeltje van Drops Design. En ik brei ze op 3 mm op een 16 inch rondbreinaald.
En op dit moment werk ik met bamboe. Dat is niet ideaal, maar op zich wel lekker lichtvaardig. En ik ben dus begonnen met 120 steken op te zetten. En mijn idee is dat ik dan langzamerhand ga minderen. Dus dat het uiteinde van de kool, dat die wat strakker is. Dus als ik hem om de nek heb, dat die eerst strak zit en daar iets uitwaaiert. En als ik hem omsla, dan valt het waarschijnlijk niet zo heel veel op dat er verschil in breedte zit. Maar dat is dus mijn ene project, dat best wel langdurig zou kunnen zijn vanwege het hele fijne garen. En dat zit in mijn zelfgemaakte tasje. Het grappige is, heel veel mensen zien dus de tasjes op Etsy, maar wonen bij mij in de buurt. En vragen, hey, kan ik hem even bij je ophalen en daar betalen? Dus ik heb nog niks verkocht op Etsy, maar ik heb al aardig wat tasjes kwijt. Dus dat is op zich wel leuk. En ik heb al wat plannen om nieuwe tasjes te maken, maar daarover later meer. Mijn tweede zit in het leuke tasje van Tis Haasnoot van de Purple Lady Designs. En dat is een sjaal. De opzet is hetzelfde als de Lionberry. Maar de rest van het patroon bedenk ik terwijl ik bezig ben. En het garen wat ik gebruik heb ik op de Breidagen gekocht. En dat is Lana Grossa Cool Wool Big Color. En dat is deze. Ik heb hem expres even op een hele lange rondbreinaald gezet. Zodat ik hem wat makkelijker kon laten zien. En ik maak mezelf niet al te moeilijk. Het is in principe gewoon een tricotsteek. Met af en toe dribbelsteek. En dan weer een gaatjesteek. En ik heb niet zo heel veel meer aan dit bolletje. En ik denk dat ik, zodra het garen op is, dat ik dan een dwars aangezette boord, dat vond ik wel een heel leuke woord, wat ik van een van mijn kijkers als tip heb gekregen. Dus ik ga hem dwars aanzetten, weer met een andere kleur garen. Dus daarover in de volgende podcast waarschijnlijk meer. Maar dit is gewoon eventjes op een wat grotere naald is dit. Dit is op 5 mm. En gewoon heel makkelijk om te doen terwijl je bijvoorbeeld naar een film kijkt samen met vrienden. En dan kun je gewoon lekker doorbreien. Vooral als je in de tricotsteek of in de rippelsteek bezig bent. Je moet alleen niet vergeten om op de juiste wijze te meerderen. Want dat kan nog wel eens fout gaan. Even kijken. Dan heb ik denk ik al het breien heb ik gehad. Dus dan gaan we over naar het volgende onderdeel. Even kijken op mijn show notes. Ik heb de muts gehad en ik heb de sjaal en de trays. Ja, nou dan ga ik even iets vertellen over een aantal projecten die ik heb genaaid. En de eerste daarvan zijn een aantal tasjes. En die heb ik gemaakt van twee lapjes vilt. En dat zijn bijvoorbeeld deze. Het zijn een soort kleine tasjes. Ik heb er een ring aan gedaan. Een labeltje en een draagriem. En de binnenkant van deze is bijvoorbeeld grijs. En dit is dus helemaal gemaakt van vilt. Het zijn dus hele, hele stevige tasjes. Op wat iets dikker van materiaal. En dus ik had deze gemaakt. En een leuke rode. En die zit dan ook rode voering zit erin. Een turquoise. Met een houtstoef. Dit is een bepaald patroon voor mij. En nog een leuke vrolijke met stippen. Een beetje barokachtig patroon. En dan tenslotte had ik één tasje die is ietsjes anders uitgevallen. Dat was namelijk de riem was ietsjes te kort geworden. En ik had niet dat kleine riemetje eraan gedaan. Wel heel mooi afgewerkt voor de rest. Met een bijpassende voering. En ik denk, nou weet je wat, deze kan ik ook misschien wel weggeven samen met wat leuke andere dingetjes erbij. Dus als je een opmerking achterlaat, dan kun je dus dit tasje kun je dan gratis opgestuurd krijgen. En, dus ik heb twee giveaways deze aflevering. Die ga ik de tas van net en deze leuke Notion pouch. Makkelijk voor in je breitas. Je kunt er ook rustig een schaar in doen of iets scherps, want het is zo dik materiaal. Dat je niet zo snel iets zult beschadigen. En een heel stapeltje
Met notion pouches. Wat is het Nederlands woord daar nou weer voor? Nou, in ieder geval een leuk klein tasje. En die zal ik ook in mijn Etsy shop zal ik die plaatsen. Maar dan moet ik ze nog even goed fotograferen. Zelf gebruik ik een vergelijkbaar tasje van hetzelfde formaat op mijn bureau. Ik heb een klein haakje erin geslagen en dan heb ik het tasje aan de ring erin hangen. En aan de ring heb ik ook wat stekenmarkeerders gedaan. En in het tasje zitten mijn meest gebruikte artikelen. Dat kan ik even laten zien. Dit is de inhoud van mijn tasje. En er zitten vaak wat reservebatterijen in. Voor als ik bijvoorbeeld mijn muis of iets anders is wat bij mijn bureau een batterij nodig heeft. Een potlood, wat twee verschillende pennen. Haaknaald als ik steken laat vallen. Of als ik steken moet veranderen. Wat verschillende soorten scharen. Gummetje. En wat naalden op een magneetvelletje. Die ik dan in een klein envelopje heb zitten. Dus heel erg handig om bij mijn bureau altijd in de buurt te hebben. Dan, ik heb een beetje op zitten ruimen. En toen kwam ik een aantal kraaltjes tegen die ik al een tijd geleden had gekocht. En er komt nu wat herrie. En dat waren kleine kruisjes. Ik denk, nou ja, wat zal ik daar nou eens mee doen? Maar dat was heel lichtvaardig materiaal. Ik denk, nou weet je, misschien kan ik er wel stekenmarkeerders mee maken. Dus ik heb een paar kleine stekenmarkeerders in verschillende kleuren. Heb ik gemaakt. Lekker lichtvaardig. Voor wat kleiner. Dus waarschijnlijk meer geschikt voor sokken en voor een kansjaal. Want het is niet zo'n hele grote opening. Maar daar heb ik er dus. Even licht. Aardig wat van gemaakt. En toen ik toch met mijn kraaltjes bezig zat, toen kwam ik ook nog een oud pakketje tegen. En dat was om een armband te maken. Ik zal straks even laten zien waar ik het mee heb gemaakt. Ik pak het er eventjes bij. Maar ik laat eerst het eindresultaat zien van de armband. En dat noemen ze een kumihimo. En dat is een soort Japanse vlechttechniek. En het lijkt een beetje op macramé knopen, maar die knoopt niet. Het is meer het over elkaar heen leggen en de manier waarop je het opspant blijft ook super strak. Dit is dan de armband geworden. En het is heel. Het materiaal is wat steviger geworden. Dit is een soort dun satijnlint. En toen had ik de smaak wel een beetje te pakken, maar ik denk nou, dat hele dunne satijnlint heb ik niet. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel garen. En ik had wat garen over van mijn sjaal, wat een mengsel is van katoen met linnen. En daar heb ik deze van gemaakt. Even kijken of je dat goed kunt zien. En dan heb ik een leuk kwastje aangemaakt. Ik zal even laten zien wat voor lengte ik hem heb gemaakt. Want eigenlijk bij een iets eenvoudiger kleding. Maar je ziet, dit is een beetje een wat kleinere ketting. Er zit een haar aan, denk ik. Waardoor echt ontzettend leuk om te doen. Ik zal even mijn sjaal weer omdoen. En toen zag ik op het internet dat mensen ook kraaltjes gebruikten in combinatie met deze vlechttechniek. Dus dat moest ik natuurlijk ook uitproberen. Dus nu heb ik een aantal kraaltjes aangeregen. En dan wissel ik het een beetje af, want de kraaltjes zijn wat groot in combinatie met het garen. Of je dat goed kunt zien. Ja, het is zwart garen met donkere kraaltjes. Dus misschien niet heel goed te laten zien op het beeld. Maar waarschijnlijk heb ik hem volgende week af, dus dan kun je hem wat beter bekijken. Maar het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Het is een foam ring en je blijft continu verplaatsen. Dus je pakt bijvoorbeeld de draad op en die verplaats je naar boven. En dan pak je de volgende, je draait hem dan zeg maar rond, weer tegen de klok in. En dan verplaats je deze zo naar onderen en dan de meest linker. Die verplaats je naar linksboven. En zo blijf je tegen de klok indraaien. En aan het eind heb je dus een hele leuke gevlochten armband of ketting. Of misschien als je heel wat dikke garen gebruikt, misschien wel een soort riemetje of een handvat. Dus
Een Kumihimo. Is dus waar ik mee bezig ben. En de vorige twee afleveringen terug had ik wat beduurwerken aangeboden. En een van de kijkers die nam een aanbod aan en die had gevraagd om het hartjesborduurwerk. En die heb ik dus ook opgestuurd. En deze dame Marjan, die vond het zo leuk dat ze mij ook weer een pakketje terug heeft gestuurd. Nou, dat vind ik ontzettend leuk natuurlijk. Dit is een hele leuke zelfgemaakte envelop. Had ze me heel veel leuke spulletjes toegestuurd en die wil ik met jullie delen. Ze had een mooi. Oh. Even kijken hoor. Net even of ik het goed in het licht heb. Ja, daar gaat. Oh nee, daar gaat hij nog steeds niet. Een leuk hartje. Een geborduurde sleutelhanger. Zelfs een geborduurde kaart. Een superleuke thank you kaart. En nog wat hele leuke spulletjes in een zakje. En er zitten onder andere wat beeldjes in waar ik stekenmarkeerders van zou kunnen maken. En een leuk labeltje bijvoorbeeld. Oh, ja, Knitted by me. Echt een ontzettend leuk pakketje. En ze heeft ook op haar eigen blog, en die zal ik ook eventjes hier delen, heeft ze laten zien wat ze gemaakt heeft met het borduurwerk. En dat is een leuke projecttas. En ik denk, nou weet je wat, van een van, ik heb nog natuurlijk behalve de 5 die ik nog steeds aanbied trouwens. Als je dus nog een van die 5 wilt hebben, kijk even in de twee podcasten hiervoor of er eentje voor je bij zit. Maar in ieder geval, ik heb nog ander borduurwerk en eentje daarvan ga ik ook verwerken in een projecttas. En die zal ik de volgende aflevering laten zien. Dus dat weer terug doen in de leuke envelop. Dus nogmaals bedankt Marjan. Echt ontzettend leuk dat je me dit hebt opgestuurd. Dat is gewoon een hele leuke post om te krijgen. Oké. Dan wou ik het graag nog hebben over, over tijdschriften. Ik koop niet zo heel veel tijdschriften meer. Ik koop vaak mijn patronen op Ravelry of een van de gratis patronen. Maar ik ben ook wel een beetje fan van uiltjes en leuke tasjes en heb dingetjes en noem maar op. En toen zag ik de Simply Brian en er zat een heel leuk tasje bij. Een soort etui. Ik denk, nou weet je, ik probeer het gewoon weer een keer. En ik was aangenaam verrast, want er staan echt hele leuke patronen in. En ik zal even mijn favorieten laten zien. Eventjes opzoeken. Er zijn trouwens wel meerdere patronen die erin staan. Die ik wel graag wil maken. En natuurlijk. Eentje ervan is dit vestje. Dan een ander patroon. Een van de andere patronen die ontzettend leuk is, is deze. Een hele mooie, iets getailleerde kabeltrui. En dan stond er ook nog een heel leuk artikel in over garenverven. En aangezien ik dat zelf ook doe, vind ik het ook altijd leuk om te lezen. En hier gebruiken ze ook een alternatief kleurmiddel. En dat is verf om je eieren te verven. En straks als Pasen weer in de buurt is, ga ik op zoek naar die verf. Want daar wil ik ook mee experimenteren. Dus garenverven. Excuses. En tenslotte zag ik ook nog dit vestje. En er staat nog een leuke muts in. En nog een leuke dingen voor de kinderen. Oh, en nog een hele leuk kussen. En toen ik dat patroon zag, vond ik het wel een klein beetje lijken op de void shell. Dus ik denk, nou weet je, als ik dan heb ik een beetje een kussenvorm daarvan. Het leek me ontzettend leuk om die ook uit te proberen. Dus dit was zowaar weer een tijdschrift wat ik heb aangeschaft. Ik kreeg ook een leuk blad van de handwerkdagen thuis. Ik heb hem nu niet even in de buurt. Maar die is van 9 tot en met 12 februari. En misschien zijn er wel kijkers die het leuk vinden om even hoi te zeggen. Of elkaar te ontmoeten. Of samen een beetje koffie of thee te drinken. Laat het me weten in de comments. Ik ga waarschijnlijk op 10 februari op de vrijdag.
Dus stuur me anders een privéberichtje op Ravelry of op Instagram. Misschien kunnen we iets afspreken. Lijkt me heel erg leuk om mensen van de podcast weer te ontmoeten. Even kijken, wat heb ik verder nog? Ik heb heel wat aantekeningen heb ik gemaakt. Ten slotte had ik nog één projectje wat ik ook nog met je wilde delen. Mijn zoontje mag heel graag met de Duplo spelen en het dan over de hele vloer verspreiden. En toen dacht ik, nou, ik maak zo'n leuk speelkleed dat je in een soort tas kunt maken. En ik had nog een stukje vlies en een stukje ongebleken toe. En dat zo gezegd, zo gedaan. Ik heb er een tas mee gemaakt. Of het veel effect heeft, weet ik niet. Want ik vind het nog steeds heel erg leuk om het van de kleed af te gooien. Maar misschien krijgen we zover om zoveel mogelijk Duplo op het kleed te laten liggen. En dat scheelt dan weer ontzettend bij het opruimen. Ik zal even wat foto's invoegen van de kleed zoals die is geworden. Nou, volgens mij heb ik dan alles toch nu al behandeld wat ik wilde behandelen. Ik wil jullie willen heel hartelijk bedanken voor het kijken. En mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het me weten bij de comments, bij de opmerkingen of op een van de social media. Ik wil jullie in ieder geval weer hartelijk bedanken en ik zie jullie graag de volgende keer weer.